Voor de Brusselers, blij om terug te zijn? Ja, zeker. Ik had gehoopt dat het met een beter resultaat zou zijn, maar ik ben blij om weer op het veld te staan na zo'n lange tijdje. Ja, het is inderdaad een hele lange tijd geweest. Kan je wat meer vertellen over hoe jouw blessureleed verlopen is? Ja, mijn blessure is, je kan het pech noemen, maar ik heb mijn pols tussendoor gebroken. Ik heb 2 spierblessures gehad en ja, het hield niet op. Maar nou ben ik gelukkig weer fit en ik ben blij dat ik de kans heb gekregen. Hey, je maakte je minuten natuurlijk eerst de jongen om weer wedstrijd fit te worden. Hoe is het om weer in een vol ratverlegstadion te spelen? Ja, anders natuurlijk, maar het is leuk om weer terug te zijn, maar meer niet. Zoals je al zei, niet gewenste resultaat vandaag. Waar schortte het aan volgens jou? Ik vond dat we de eerste helft heel erg goed speelden. Ik vind dat wij echt de bovenliggende partij waren, maar de trainer had voor de wedstrijd en in de rust al aangegeven, jongens, dit is precies wat ze willen. Pas op, want zij scoren uit het niets dadelijk en dat is precies wat er gebeurde. Wij zijn even de focus kwijt en zij hebben hem in het hoekje liggen. Je kwam volgens mij op de teampositie te staan toen je in het veld kwam. Is dat al onderling afgesproken, dat Vloed daarna de spits in ging? Nee, dat was niet van tevoren afgesproken. Nee, dat is gewoon zo. In de wedstrijd is dat bepaald. Dat weet ik het beste. Volgende week op bezoek bij Ajax. Hoop je weer speelminuten te maken? Ja, tuurlijk. Maar de concurrentie is groot. En ik ben blij dat ik vandaag de kans heb gekregen. En als dat volgende week weer zo is, top. Maar... Je hebt, het lijkt nog een hele wedstrijd gespeeld net. Je hebt nog een uitlooptraining. Dat is wel, gaat er wel fanatiek aan toe volgens mij. Ja, klopt. We hebben niet net zoveel meters afgelegd als de basiself. Dus wij moesten nog wat extra meters pakken na de wedstrijd. Dankjewel.